Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Jezus toonde veel liefde door bereidwillig zijn leven voor ons te geven. We kunnen God en Jezus nooit terugbetalen. Maar je kunt wel je dankbaarheid tonen door hoe je je leven leidt. De gezalfden hechten veel waarde aan de losprijs omdat ze er hun mooie hoop aan te danken hebben. Omdat ze in Christus offer geloven heeft God ze rechtvaardig verklaard en als zijn kinderen geadopteerd. Ook de andere schapen zijn dankbaar voor de losprijs, en op basis van hun geloof in het vergoten bloed van Christus zijn ze rein in Gods ogen en hebben ze de hoop uit de grote verdrukking te komen. Beide groepen tonen hun dankbaarheid voor de losprijs door elk jaar aanwezig te zijn op het avondmaal.